Hallo, hallo. Dit is het domein De Man Bij. En hier gaat op 1 september de vierde marge van de Belgian Enduro Club door. De marge in Spa. En aangezien we hier zullen starten en aankomen, betekent dat dat we niet alleen specials gaan doen in het gekende trailcenter van Spa. Nee, we gaan hier een special starten en een special aankomen. Er is ook nog een special die wat meer naar het centrum zit. En heel belangrijk, er is ook een nieuwe special die na de wedstrijd officieel zal worden toegevoegd aan het trailcenter. Vandaag ben ik samen met de kerels en de dame van MTB Trails Spa een aantal van de nieuwigheden gaan verkennen. En in deze video is er dus een kleine preview van wat je allemaal kunt verwachten tijdens de wedstrijd. Dus dit wordt een eerste special van de wedstrijd. Enkel toegankelijk tijdens de wedstrijd. Snel, want hij ligt droog. Met twee kleine klimmetjes. Hoppa. We zitten in het bos hier. Kleine liaison. Hutje, 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 hutje. Ja, koers gravel. Goed grappig, ja. Et en fait, ça fait peur, mais quand tu es en dessous toutes les pierres que tu as, tu te cales via ta roue pour ne pas que tu te. Oui, mais donc si tu prends ici en extérieur sur les mottes. Tu vas être un petit peu en diagonale sur la pierre, ça risque ouais, pas non. De. Non, c'est ce que le gamin a fait. Par contre, je vais pas te cacher, quand tu prends les mottes, tu prends énormément de vitesse en fait. Il est arrivé très vite. C'est ça qui fait du bien. C'est par où? Ouais, ça va super vite quand tu. Ouais. Et c'est gai en plus. C'est pas mal comme passage, ouais. Ouais, c'est gai. Ouais, c'est pas mal. Voilà, ik ben thuis. Het is zaterdag, de dag voor de wedstrijd.
Nu, jullie vragen zich misschien af waarom ik deze preview pas zo laat online zet en ook waarom ik eigenlijk niet zo heel veel toon van de nieuwe specials. Nu, de reden daarvoor is dat een aantal enkelingen het aan het verbrodden zijn voor iedereen. De organisatie heeft gemerkt naar aanloop toe van de wedstrijd dat er op de trails die speciaal werden aangelegd of zijn aangelegd geweest voor de wedstrijd, en waar er dus enkel toelating is om tijdens de wedstrijd op te rijden, dat daar reeds door een aantal pipo's is op gereden geweest. Dus als ik dan een week op voorhand nog wat ging teasen, dan vreesde de organisatie dat er nog meer ging gereden worden op die speciale trails. Er werd toestemming gegeven door instanties privé-eigenaren om daar te mogen rijden, maar niet voor de week voordien. En dat kan goed zijn dat die gewoon zeggen van hey, no go voor de wedstrijd. En dan blijven we weer allemaal in het trailcenter rijden. Ook voor volgend jaar komt er misschien geen toestemming meer. Of zeggen de trailbouwers, hey, we hebben er zoveel moeite in gestoken. We krijgen zo weinig respect terug. Voor ons hoeft het even niet meer. En dan niet te vergeten, de big picture. Ik ben niet degene die de regels bepaalt. En ik ben al zeker niet degene die je zegt wat je wel of niet mag doen. Maar illegaal trails rijden, dat ondermijnt het bestaan en het nieuw creëren van legale trails. Het is zo simpel. Vond je deze video leuk? Geef dan een thumbs up. Wil je meer van dit soort video's zien en op de hoogte gebracht worden wanneer die online komen? Abonneer je dan op Jeffy's Bike Cave. Voor degene die morgen in Spa rijden, tot dan. En voor de rest, tot binnenkort. Ciao!